wil in een aantal verschillende stappen laten zien hoe je een goede slag op goal voorbereidt door een kruispas achterlangs te zetten. Je gewicht is op je linkerbeen, je haalt uit voor de slag, je bovenlichaam draait en vanzelf draait je rechterbeen mee. Nog één keer. Je haalt uit voor de slag met je armen, je bovenlichaam draait mee en vanzelf wil je rechterbeen in die draai meegaan. De tweede stap is dat we het rechterbeen verder laten meedraaien en een stap achter het linkerbeen langs laten zetten. Dat ziet er als volgt uit. Je begint weer met je armen en je bovenlichaam, je draait met je been mee en je komt erachter. Maak de kruispas. Nog een keer. Je gaat draaien. Je rechterbeen draait mee. Je zet hem achterlangs. Je hebt de kruispas gemaakt. Stap 3 is het volgende. Je gaat weer dezelfde manier beginnen. Armen, bovenlichaam draaien. Je rechterbeen gaat mee. Je maakt de kruispas. Je gewicht komt op je rechterbeen en je maakt de stap naar voren. Keer. Je gaat weer draaien. Rechterbeen gaat mee. Kruispas achterlangs. Stap naar voren. Oké, nu gaan we de zwaai erbij maken. Gewicht is op je linkerbeen. Je gaat draaien. Bovenlichaam, armen. Rechterbeen gaat vanzelf mee. Kruispas achterlangs. Stap naar voren. Zwaaien. Je staat met je gewicht op beide benen. Je gaat met je linkerbeen nu een stap naar voren maken en daarna krijg je alles wat we net hebben doorgenomen. Dat ziet er als volgt uit. Je maakt de stap naar voren. Je gaat indraaien, je rechterbeen gaat mee, zet het pas achterlangs en je gaat zwaaien. Hand schuift naar boven. Beide handen moeten bij elkaar zijn bij de lange slag. De V tussen duim en wijsvinger zitten precies tegenover de haak. Je gaat de stap naar voren zetten. Je gaat draaien, achterlangs en doorzwaaien. Eén keertje. Ten slotte met de bal. Hoe ziet dat eruit? Ziet er zo uit. Stap achterlangs. Slaan. Nog één keertje. Stap naar voren. Draaien. Slaan. Stap naar voren. Slaan.